Louis Hilgers heeft vandaag de ICT-lerarenagenda gepresenteerd. Dat deed hij tijdens een persconferentie. In deze agenda staan er tips over digitale leermiddelen en werkvormen. De bedoeling is dat iedere GLO, VOJ en VOS leerkracht zo'n agenda ontvangt aan het eind van de maand. Volgens Hilgers moet elke onderwijsgevende het motto uitdragen. Met een laptop of tablet, een beamer en een internetverbinding haalt de leraar de wereld in de klas. Het kweken van mediawijsheid en het omgaan met cyberpesten zijn slechts twee van de uiteenlopende thema's die in de ICT-agenda staan. Het project werd ondersteund door het ministerie van Onderwijs, diverse schoolbesturen en andere organisaties. Hilgers ziet graag dat het onderwijs inspeelt op dat wat leerlingen interesseert. 60% van de leerlingen wereldwijd gamen. Wij beginnen moeite te hebben met onderwijs. Er was eens een leerling die zei, hardop, school is een vervelende onderbreking van mijn dagelijkse bezigheden. En daar zit iets waars in. En wij proberen, je ziet het wereldwijd, dat we proberen lesmateriaal te gieten in een gamevorm. We noemen dat serious gaming. Er zijn allerlei wegen aan het zoeken om die leerling wederom te boeien. Maar wat ook belangrijk is, die leerkracht moet ook naar die leerling luisteren. Wereldwijd worden programma's gebruikt als Kahoot. Dat is een heel mooi quizprogramma. Of plikkers, waar Alex vanmorgen een demonstratie mee heeft gegeven. Dat is een heel mooi programma. En als leerkracht zeg ik, jawel, daar weet ik niks van, dat kan ik niet. Dan zeg ik, zeg tegen je leerlingen, hier, Kahoot, zoek me dat eens uit en leg mij dat uit. Jullie doen zijn goed, leg mij dat uit, ik weet het niet. En een leerkracht tegen zijn leerlingen zegt, ik weet dat niet, die zijn er niet veel. Die zijn er niet veel, want veel leraren hebben altijd zoiets van, ik weet niks, maar ik weet wel altijd beter. Dus daarom zeg ik, die boodschap geven we mee. Natuurlijk, wij richten ons op die docent, op die leerkracht. Daar richten wij ons op. Dat is voor ons nu de doelgroep, dit jaar, eenmalig. Maar uiteindelijk gaat het niet om die, uiteindelijk gaat het natuurlijk om die leerlingen. Die leerlingen in die heel snel digitaliserende en globaliserende wereld. Die wereld komt steeds dichterbij. Louis Hilgers. De comediant Cleon Jurjaans, beter bekend als Pres Jurjaantje, zegt dat hij trots is dat de ICT zal worden gebruikt bij het lesgeven. De tijd van het lesgeven uit boeken is langzaam aan het vervagen, geeft hij aan. Die boeken zijn namelijk. Soms kijken we naar die boeken en ze zien er niet geweldig uit. En waarom we games spelen thuis, we spelen games, we zijn zo in ons eigen wereld. Als we dat kunnen omzetten in iets educatiefs, weet je hoe dat gaat zijn voor ons. Dus daarom ben ik zo blij met deze geweldige mensen. Ik ben gewoon blij. Ik ben zo enthousiast op dit moment. Omdat ik waardeer. Dankjewel. Dat is echt met die leraar. Heel trots. Zie je dit bedrukt, ja? Kijk, als wij als leerlingen iets willen meegeven aan de leerkrachten, moeten jullie niet boos worden. Jullie moeten blij zijn dat we. Dat we mee willen doen. Het is dit. We komen naar de klas, we zitten in de klas. Eerst wat we moeten doen is dit. Ja, juffrouw. Of ja, meneer. Ja, juffrouw. Ja, meneer. Dat is een beetje vervelend. Op het moment dat we iets willen zeggen, juffrouw, maar misschien kunt u het zo aanpakken, is het een probleem. Laat dat niet meer het geval zijn. Alsjeblieft. Laten we luisteren naar onze leerlingen, laten we luisteren naar elkaar. En laten we vooral overstappen naar digitaal materiaal. Cleon Jurjaans, beter bekend als Pres Jurjaantje. Louis Hilgers heeft vandaag de ICT-lerarenagenda gepresenteerd, waarin er tips zijn over digitale leermiddelen en werkvormen.